Dit wilde ik tot slot van deze discussie even met u beiden over hebben. Want ja, meneer De Mos is natuurlijk nog steeds verbitterd en boos dat hij niet mee mag doen in het stadsbestuur. Maar hij zit in het stadsbestuur. Nee, het stadsbestuur is het college en de raad. Hij zit daar met 9 zetels. Nee, maar hij moet zichzelf ook niet zo tekort doen. En al zijn goede mensen in die fractie, ze doen gewoon keihard mee in de gemeenteraad. Er zijn ook voorstellen van jullie weer aangenomen. Zeker, toch? Nou, daar zijn we hartstikke blij mee. Ja. Het is natuurlijk niet uit te leggen dat de uitsluitingspartij D66 de grootste partij uitsluit, daarmee 30.000 mensen. Ik ben er overigens niet meer boos en verbitterd over, want we voeren op een hele positieve, vrolijke maar manier wij sloten oppositie. Onszelf uit, voor de duidelijkheid, Richard. Wij zeiden, maar wij gaan niet met de Mos in een college zitten, gaat niet met de Mos, zolang het niet duidelijk is hoe het met die rechtszaak is. Nee, maar wij gaan niet. De denkfout 66 kan je ook nog noemen. Daar maakt u een denkfout. U zit niet met mij in een college, u zit met de partij in een college. En daar hadden we andere mensen voor naar voren geschoven. Maar jullie hadden toch ook met andere mensen, hebben jullie ook geprobeerd om een meerderheid te krijgen. En er zitten nog 2 uitsluiters bij. Leven de democratie. We sluiten uit. En dat doet onwijs veel pijn in het vertrouwen in de politiek. De enige die wij hebben uitgesloten zijn wij zelf. En je kan gewoon vanuit de raad ook onwijs veel doen. Die rechtszaak die er loopt, die in januari gaat beginnen, dat is de bottleneck, hè, eigenlijk. Ja. Zolang die er is en zolang dat daar onduidelijk is. Stel nou dat hij die rechtszaak wint. We hoorden vorige week premier Rutte in deze uitzending. Die zei, ja, de grootste partij mag je eigenlijk nooit uitsluiten. En een rechtszaak vond hij geen reden om dat wel te doen. Want het is niet de partij die voor de rechter staat, maar mensen in die partij. Ja. Stel nou dat hij die rechtszaak wint. Hè? Tot slot even. Ja, ik hoop het voor hem. Ja, dat begrijp Richard, ik. Maar moet je het ook hopen voor Den Haag? Want dan zou je kunnen zeggen, dan halen we de grootste partij alsnog bij het stadsbestuur. Ja, we hebben nu een coalitie die boogt op een meerderheid. Hebben we behoorlijk de lang. De strijdboom heeft gewerkt. Daar hebben we behoorlijk lang over gesproken. En dan zitten mensen weer te wachten. Het lijkt mij heel gek om dat nu nog te doen. Ja. Dus van maar mij betreft niet. Maar sluit het ook niet helemaal uit? Ik sluit het wel uit, ja. Ja? Dat sluit ik wel uit. Oké.